Als mijn moeder vraagt, geef ze me tjoeri. Maar dan moet je kijken wanneer ze er eten klaarmaakt. Jullie kijken. Jullie moeten allemaal. Dit. Oh, dus zo wil je vandaag gaan. Zo wil ik jou drank en je mondje voor het mond open. Wow! Wat? Dot fat sebre fede. Dot fat? Fat sebre fede. Sebre fede. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. S is best wel woord. Suriname, yeah, trate walita. Suriname, yeah, zoaelata. Suriname, Surinamers, wat zijn jullie van plan? Suriname, Suriname. Hey jongens, goedemorgen. Welkom alweer bij de tweede Suriname vlog. Ik ben net wakker, ik heb gedoucht. Ik heb date gevolgd, want hier in Suriname word ik echt helemaal lekker geprikt. Ik laat jullie even zien. En ik weet niet wat het is, maar ik vind die geur echt kapot lekker. Ik ga nu eventjes, ja, ik wou eigenlijk geen make-upje opdoen. Als ik geen make-up opdoe, mijn neefje zei al dat die van me strok. Dus ik ga even make-up opdoen. Dan ga ik een TikTok maken van alle outfits die ik gehaald heb. En dan moeten jullie even mijn vacation outfits raten. Dan ga ik nu die TikTok maken en dan zet ik die TikTok in die vlog. Je kent die. Ja, dus ik ga mezelf even aan het spreiden. Het is 8 uur 's ochtends. Echt in Nederland. Mij niet bellen. Maar Iris nu. Ja, je wordt gewoon sneller warm door de hitte. De viel is te laat nog. Dus die wordt ook elk moment wakker. Goedemorgen, Doornroosje. Slaap je nou echt met de Fernandesfles naast je hoofd? Ja, toch. That's my heart. But there's just one thing I need from you. Say I do. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So come give away my love. Nou, voor alle outfits is dit mijn outfit geworden. Ik heb alleen niet zoveel schoenopties. Ik heb dus mijn beige Yeezys. Kijk, deze hakken staan er echt heel mooi bij. Even kijken of ik ze gelaten heb. Dat is makkelijk. Oh jee. Deze staan er heel mooi bij. Maar ja, ik kan natuurlijk niet de hele dag op hakken lopen. Want daar heb ik geen tijd en geen energie voor. Deze schoenen heb ik eigenlijk meegenomen. Ja, om bijvoorbeeld als we gaan quad rijden. Deze heb ik mee, maar die past niet echt bij deze outfit, vind ik. Met Yeezys. Dus dan denk ik toch dat ik voor deze moet gaan. Ik wil geen dichte schoenen aan, man. Decisions, cause I want it all, so I get it all. Hey, dit shirt is kapot hard. Mag ik die aandoen? Een van deze dagen? Nee. Ik heb gewoon weinig shirt, dus dat moet ik aan doen. Maar ik kan toch nieuwe halen? Welkom. Welkom je aandoen. Die groene. Nee. Die ga ik wel aan. Nou ja. Ik ga toch ook niet vragen of ik die roze zet van je aan. Nee, maar mijn hoodies draag je wel altijd zo. Nee, maar als je het draagt, zit gelijk gekreukeld en dan kan ik het niet meer aandoen. Nou, er is hier toevallig een strijkijzer. Ja, maar dan jij maakt het vies, want jij zit onder de make-up. Er is ook een wasmachine. Kijk, hier. Kijk, is onder de make-up en dan is alles bruin. Ja, dus? Net als met mijn Nike shirts kan ik het allemaal niet meer aandoen. Omdat je één keer tegen me aan bent gekomen. Ja, make-up doos. Het gaan vandaag doen. Gaat het niet smelten vandaag? Ja, maar het moet ook goed uitzien, toch? Gaat je gezicht niet smelten? Wat gaan we vandaag doen? Die alcohol wel hoog, hè? Die alcohol. Die alcohol? Die alcohol. Maar wat gaan we vandaag doen dan? Wat wil je vandaag doen? Ik wil nu eigenlijk naar mijn oma gaan, daar lekker broodje eten.
Dan gaan we naar je oma lekker broodje eten dan. Ja, maar ze gaat... Oh, het is pas... Het is 10:00 ochtends, ja. Iedereen slaapt nog hier. Helemaal niet. Nee? Hoe laat kom je in niveau? Is onderweg. Maar je weet zelf, Surinaamse tijd. Ik ga mijn TikTok even bewerken. Doe dat eens. Ik weet niet wat het is met mij, maar het lukt mij nooit om mijn koffer gewoon netjes te houden op vakantie. Nee, het ziet er altijd zo uit bij mij. Niet alleen je koffer hoor. Ook, kan je ook aardig doen of niet? Het ziet er goed uit, schat. Dankjewel. Hè, zo. Soms lijkt het zo moeilijk bij jou, hè? Ik heb gewoon eventjes een keertje. Nou, gisteren zei ik nog tegen jou, schat, je ziet er echt goed uit vandaag. En toen zei je dankje en niet wat lief, schat. Jij ook, je ziet er ook goed uit, topper van me. Jongens, Davio houdt zoveel van zichzelf dat als hij belt met mensen op FaceTime, dan klikt hij zichzelf groter en dan gebruikt hij het gewoon als spiegel. En 9 van de 10 keer luistert hij ook niet eens naar zijn spiegel. Ja, dat is echt waar, maar ik denk dat heel veel mensen dat doen. Doen jullie dat? Ik kan me dat echt niet bij voorstellen, ik heb mezelf nooit groot. Als ik bel, kijk ik altijd naar mezelf, omdat ik dan denk ik, waarom zou ik naar die ander moeten kijken? Diegene belt je toch? Ja, maar ik praat dan met diegene en dan kijk ik gewoon naar mezelf. Hé jongens, ik heb trouwens ook een drone gehaald om de kwaliteit van mijn video's gewoon eventjes net een tandje hoger te maken. Ik heb de... Kijk, ik heb hem hier. Gisteravond ging ik vliegen met die drone. En toen was die vastgekomen op het rieten dak. En toen moesten de medewerkers hier, die moesten het voor me eraf halen. Maar kijk, dit is hem. Het is een 4K camera en de kwaliteit is echt optimaal. Outer space. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on this shit, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno dos tres in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Ze zijn in de auto bij de vier's neef. Ik ga eventjes langs van mijn oma even een broodje halen. Ik heb ook echt zin in Marcusa sap, man. Die maakt ze echt gevaarlijk. Ja? Ja. Bon, Tunisie. We zijn nu bij mijn oma de zaal. We gaan komen naast de markt. Ja, Lelydorps markt. Die broodjes zijn echt. Ja, die druk. Hey, wat moet ik van Marco voor next one? Ik moet het kunnen herkennen. Dit is echt een goede locatie. Van Marco? Heb ik woensdag? Ja, is goed. Goed? Ik mag ik ook een broodje stapje? Zou ik mee? Mijn oma de Marcusa sap drinken, die is echt best goed. Ze is lekker, hè? Ja, is niet wat je in Nederland krijgt, jongens. Dus daar kan je het eten. Oma, ik moet me echt leren eten maken hoor. Altijd als mijn moeder vraagt, geef ze me churri. Maar dan moet je kijken wanneer ze er eten klaarmaakt. Ja, als je één keer zit, dan kan je zelf doen. Nu even boodschappen doen bij Choice. Ik vind het een van de beste supermarkten waar je gewoon goede eten kan halen en zo. Voor in de villa. Even zangen en zangen daar zo. Ik lijk nu al op ballon, kijk hier. Ik heb een beetje dingen geshoot. Ik lijk nu al op ballon. Dus ik zeg tegen deze man, ik kom naar Sue, we gaan tappen, we gaan gek gaan. Ja. Nu heeft hij last van zijn bed. Neem maar een batter en neem een paar jokers. Ja. Oh ja, ja. Zullen we ook water halen? Ja, hè. En niet spouwen. Evian. Hij loopt ze. Evian, voor de mensen die water drinken. Eerlijk, spa is gewoon echt het meest smerige water. Fiji water, ja man. Jongens, voor alle mensen die kijken. Jullie moeten allemaal dit voor me brengen. Wat? Breng je? Spa. Haha. Ik vind Evian water een van de beste. Fiji water. Basta. Ze hebben wel diegene van anders hier. Dit is wel echt een grote supermarkt, man. Alles is ook netjes gespiegeld. Helemaal netjes.
Wil je geen wijntje? Zeg ik eerlijk, we zijn in Zuid. Eigenlijk moeten we gewoon deze halen. Moet. Zit huh? MDMA in, hè? Hé, hey, dit kost maar Dusu SCD. Ja. Broer, dit kost dus een banko. 1500 gedeeld door 25. Oké, wacht, ik ga nu uitrekenen, wacht. 50 euro. Mooi. We gaan stunten, man. Oké, de koers is nu 22, dus dan doen we 14,75. Te bewachten, dat zou ik niet gewoon... Ja, maar jij gaat niet eens drinken. Gedeeld door dan gaan we 22. Gewoon nog een beetje. 67 euro. Voor zo'n dit, hele grote fles. Weet je wat dit in Nederland kost, jongens? Ja. Check. Dan moet ik kijken, ik ga wel iets halen. Hè? Leffen. Oh, maar hier heb je ook al die Amerikaanse drank, wat je niet in Nederland hebt, joh. Oh, die Annie ziet er wel goed uit, hè? Dit is de shit, man. Ik zeg eerlijk, die Koepa C is ook wel spannend. Jij bent de echte kenner. Ja, nee, deze is wel spannend. Ja, man. Oh, dus zo wil je vandaag gaan? Zo wil ik jou drank. Je mondje voor het mond open. Oké, okay, doe maar rustig met die fles, zodat je... Hoeveel SCD? 8000. Hoeveel is dat? Nou, zoals jullie weten werk ik bij Funix en morgen is het moederdag. Maar ja, ik ben in Suriname. Dus Sander had een idee om mijn moeder naar de Funix studio te brengen en een cadeautje aan haar te geven. En ik zit nu live mee te kijken. Kijk, ik zie het niet goed door je spiegel. Kijk hier. En Angelique. Zo schattig. Ja, ze gaan straks weer live, want er is nu dus muziek op. En dan ga ik straks even filmen als ze gaan praten. Je wilt wel gewoon ook nog wat zeggen in de microfoon, toch? Ja. Mis je Vonneke? Ja. Ja? Vind je het leuk als ze zometeen weer terugkomt? Ja. Wat vind je het allerleukste aan je zus? Dat we een keer samen in de Efteling gingen. Oh, dat is ook heel leuk, ja. Wat vond je de leukste attractie in de Efteling? Een achtbaan. Een achtbaan, zo? Durf je dat? Ja. Oh, dan lijkt je toch wel een beetje op Vonneke, die durft ook veel. Mm. ik heb dus een verrassing, een moederdag cadeautje voor de moeder van Vonneke, Heidi, geregeld. En Heidi, zometeen ga ik dat geven. Vonneke's Bingewatch. De podcast. En dan gaat er zometeen iets heel moois gebeuren. Ik heb namelijk twee artiesten geregeld. Shien en Giano. Die gaan het nieuwe nummer, gloednieuwe nummer, vandaag uitgekomen. Yeah. Mama performen. En dat gaat gebeuren met gitaar en zang. Speciaal als moederdag cadeautje voor Heidi, de moeder van Vonneke. Ja. Is dat dichter bij het centrum? Of is Hesties dichter bij het centrum? Want dan moet ik kijken. Mijn pa's huis is 5 minuten van het centrum. Oké. Okay. Dus dan, en je oma woont ook daar in de buurt? Ja, die woont echt letterlijk 5 minuten van het centrum. Ja, dus dan gaan we naar daar. Even bij dat of we gaan eerst langs Hesties. Je voordat hebt honger toch? Voordat we naar je oma gaan. Ja, is goed. En dan gaan we daarna naar je oma, naar je vaders huis. Ja. En dan, jongens, zeg veel mee. Maar weet je waarom ik dit zeg? Omdat ik hou van plannen en organiseren. Dus ik hou niet van roekeloos, oh ja, we moeten dit, we moeten dat. Nee, ik ga dan in mijn hoofd bedenken van oké, we gaan eerst dit doen, dan dat, dan zus, dan zo. Wie zijn zus ga je doen? En dan zo. deze fles is gewoon evenveel als in Nederland. Klopt. Maar ik zag ook gewoon choice-merk. Dus dat is huismerk, ook net als Appetijn. Oh ja, klopt, maar ja toch, het is gewoon winkelmerk. Denk ik vaak. Ik zag ook veel Nederlandse producten. Mijn neighborhood. Ja? Je kan je bami halen. Als je echt bami wil hebben, kunnen we hier bami halen als je moet hebben. Hier heb ik gevoetbald als teamboy, check mijn veld. Na school kwam ik hier zo balie blij. Ja man. Hier heeft een makkie van me wat te zaak. Kan je hier zo spangen wat die halen. Ja man. En hier heb je voor het eerst ben je gekraakt. Hier slachtkippen van hem. Ja? Dus hier slacht hij dan zijn kippen en die gaat dan naar hier wat die zaak hier naast eten. En hier is een hoerenhuis. Ja, wel verse kippen dan. Ja, de Vio heeft besloten dat hij een hond wou loslaten. Ik ben bevrijd toch. Ik vind het zo zielig, ze zit de hele tijd aan die koor. Tenminste de dan. Deze met die frisbee ook los. Echt leuk hè. Zo, hij is al... Hij is goed man. Dit is top dog. Kijk eens. Zo, hij heeft gelijk met wat. Ja,
De laatste. Weet je wat ik ook schattig vond? Ik heb dus deze hond net aan de voorkant losgemaakt. Mm-hmm. En hij rent gelijk naar achter. Omdat hij met deze twee wil spelen. Ja. Yeah. Huh? Hij is weg. Ja. Jij wil spelen, hè? Jij wil spelen. Hij is weg. Hij is kwijt. Ja. Zet hem. Wow! Mooi! Wat? Hij is gek, hè? Check hem los! Mooi, wacht, laat maar dit filmen. Kijk dan. Check hem los, kom! Hij doet goed zo. Hij wil niet loslaten. Hey, maak die poort wat dichter hoor, als die man mooi. Ik heb hier pa. Hey, dankjewel. Okay, we gaan nu wat eten bij Hessies, toch? Ja, eindelijk. Ik heb het nu al 100 keer gezegd. Ja. Bro, waarom drink je Fernandez met Hennessy, man? Dat is echt de vreemdste combinatie. Dat is beter dan Hennessy. Je zet Fernandez in Hennessy. Waarom doe je dat? Ja, het is wel een beetje raar gekoppeld. Wat een cola gehaald, toch? Hey, gisteren was het zo mooi zonnig en vandaag is het morgen zo regenachtig, man. Dat was echt lekker, man. Maar het is jungle, man. We gaan gewoon zwemmen. Beetje drinken, eten. Hé, hey bro, hoe graag wil je die hesties eten? Want die hesties. Hé, hey bro. Hé, hey, Oela, ik breng die man om steak en weet ik veel pasta te eten. Hoor hem gisteren. Hé, hey bro. Als we bij hesties waren, had ik niet al gegeten, man. Weet je wat ik daar had? Een dikke bout met om hem. Hij zegt die hele pasta gewoon vol met. Oh, dus is niet broer. Vandaag zo, jongens. Hé, hey bro, als je deze man. Nee, man. Sinds we geland zijn, hè. Hesties. Ik ga hesties voor aan het bellen. Wat? Nou, we zijn er, hoor. We zijn bij hesties. Wat is jij? Wat? Ik weet niet of ik ben. Wauw, wauw. Het ziet er goed uit, hoor. Het is wel echt orsie om te eten, man. Nu kan je rustig slapen, man. Rustig, ik heb mijn hersen. Ga je dat allemaal opeten? Nee. Weet je wat de voordeel is? Het voordeel. Bewaren. Hé, maar die parbo moeten we bij. Alle volgers, moeten jullie eens kijken. We hebben dus net een belkaart gehad. En mijn neef zegt tegen mij van, je moet niet krassen. Maar dat doet iedereen ook als je een postcode loterij koopt of kraslot. Als je nummer zegt, weg. Ja. Dus hij zegt, wat moet je doen? Oh, die airco blaast alles weg. Dan moet je branden. Want kijk eens wat er dan gebeurt. Magic. Oh. Ik geloof dat niemand dit weet. Me boy. Ik denk iedereen weet het behalve wij. Ik ben net langs mijn andere opa geweest. Ja, gewoon een DJ op het tankstation. Echt? Gewoon een DJ bij de tankstation. Het is inmiddels wel weer avond. Het is de laatste dag dat we. Eigenlijk de laatste dag dat we hier verblijven. En dan morgenochtend moeten we uitchecken. En we hebben ook een auto, alleen er zijn nog een paar mankementen. Dus die moeten we nog even regelen. Maar ik ga jullie gewoon lekker gezellig meenemen. En mijn nichtjes Serena en Janae komen ook niet hierin. Zo, mata hoor. Serena en Janae komen er ook aan. Dus Isabita. Ik ben echt blij, want ik heb Fiji water. Wat? Als jouw dropfire is, hero, waar jij bent, toch? Dan kan je niet beschermen, man. Dat komt niet meer aan. Nou, ik heb even mijn make-up eraf gehaald. Ik ga lekker in de jacuzzi. Zij! Lekker aan het bubbelen. Wat zijn we?
lekker weertje. Lekker. Morgen moeten we onze villa verlaten, maar ik zit toch te denken om nog 2 dagen te verlengen. Dus dat gaan we denk ik even doen. En Daf, ga je die man even bellen? Davio, ga je die man even bellen om te verlengen en zo? Ga je die man even bellen om te verlengen en zo? Ik ga zo naar die man, ik geef hem 100 euro aan haar en ik zeg jij, woontje dicht, ga slapen. Slapen jij. Wacht nog steeds op mijn nichtjes, ze zeggen al 3 uur lang dat ze een over een half uur zijn. Ze zijn gewoon echt heel traag. Dan rijdt ze nog in een sportmodel. Yes. Als wij met haar in de auto zitten, gaas ze kapot hard. Dan rijdt ze heel erg hard. Dan gaas ze kapot hard. Nou, iedereen, heel Nederland kent het liedje Gazen wel. Ja? Ja, dus ga jij nou maar niet voor mij bepalen. Voor mij, ga maar niet voor mij volgens bepalen wat ze wel niet begrijpen. We gebruiken geen gaas meer in 2022, hè? We gebruiken geen gaas meer. Gaas. We gazen naar Rotterdam. We gazen, mos. Hey, Chamo. Chamo? Het is Boemlati, mos. Boem Chamo. Nou, daar zijn ze. Na 3 uur wachten. Je hebt 3 keer gezegd, nog een half uur. Nee, dat naar de weg hier. Nee. Nee. Ik kan niet op YouTube. Wat hebben jullie gehad? Wallies, toch? Wallies. Wally de Catali. Zeg met je Facebook en je Instagram. En als we naar die resort gaan, gaan dan kun je nee opnemen. Huh? Ja, kan. Een kwartje naar Ezra. Ik kan niet doen, hè? Ja. Nee. Oh ja, maar nu staat er waar ik eet, maar moet denk ik naar je video. Ja. Nee, dat is zo. Je mag het zetten, maar dan moet je. Subscribe, zeg eens dan in Suriname. Ja mensen, mukbang. Jullie lijken echt op een crimineel. Ik lijk echt op een roever. Mokro mafia. Oh my god. De muziek gaat op. Als jullie naar Suriname komen. Wallis. Je kunt het uit. Ga slapen. Ik wacht van morgen. Kun jij maar bellen? Nee. Dat is een droomland. Ik heb het telefoon niet eens gehoord. Ik was ver weg. Ik wacht naar Klaan. Ik wacht naar de Mark. Heb je geen foto gemaakt? Nee, ik maak geen foto meer. Ik was niet de laatste telefoon. Wat dan kun je op auto bij de station? Wanneer ik? Was gewoon een DJ bij het station. Ja, dat is Suriname. Ja? Mm-hmm. Is normaal. Mm-hmm. Wat op vrijdag? Dat is wel erg net hoor. Oh, nu heeft Christa. Ja. Is het kapot? Ja, doe je een keertje je Nederlands accent. Waar gaan we even doen? Hi guys. Welkom back to the vlog. Mijn vader heeft de auto voor me gekocht. Wacht even. Mijn vader heeft de auto voor me gekocht. Opwarmen. En mijn auto zit gewoon op mijn eigen naam. Mijn nichtjes die gaan me nu even een paar dingen leren die gewoon echt nodig zijn. Oké, Sil, help me een beetje. Oké. Okay. Hoe zeg je vieze, vuile, dikke bitch? Vieze, vuile, dikke bitch. Dat fat. Sebrefede. Nou jongens, dit was de tweede Suriname vlog. Mannen doen toe met de dikke onder. Mannen die dikke onder. En morgen gaan we weer verder met de nieuwe dag. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Kan je zeggen, doe een duimpje omhoog. En tag die man, Kunomboel. Hahaha.